Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Als je ons kanaal wat langer volgt, heb je misschien wel wat shoplogs gezien die we in het verleden hebben opgenomen. En de laatste tijd shoppen we niet zo heel erg veel en zijn we wat meer bezig met het nadenken van wat voor items halen we nou in huis. Wat is nou fijn? Wat je bij het zien van shoplogs hebt, is dat je natuurlijk net geshopte items hebt waar we super enthousiast over zijn, maar je weet eigenlijk gewoon niet zo goed of het nou uiteindelijk ook echt een favoriet gaat worden, of dat het misschien eigenlijk wel een miskoop is. Het leek ons daarom veel waardevoller om een shoplog te laten zien waarbij we items laten zien die we recent hebben gehaald, of sommige zijn zelfs nog wel wat ouder, maar nog steeds verkrijgbaar, die ons gewoon heel veel plezier hebben gegeven, die we echt super veel hebben gedragen sindsdien. En waarvan we ook zoiets hebben van dit is echt een goede tip voor jullie. Voor jullie is het ook wel leuk als je de kledingstukken kunt shoppen. Dus we hebben de linkjes verzameld van de kledingstukken die we nog konden vinden online. En anders hebben we gezocht naar soortgelijke producten. Die staan in de beschrijving. En we laten in deze video ook wel zien hoe we ze stylen natuurlijk. Eerste kledingstuk die ik wil laten zien is deze supermooie trui van All Saints. Wat ik zo mooi vind aan deze trui is dat hij van die hele mooie details heeft op de armen. Sowieso is het materiaal echt super lekker dik. Het is wel echt een hele goede najaarstrui. Maar ik vind dat je hem ook best gewoon het voorjaar kan dragen. Aangezien het soms nog wel eens wat frisser kan zijn. Het is gewoon een hele mooie neutral die bij heel veel huiskleuren wel past. Volgende item is dit witte basic shirtje. Als je me al een tijdje volgt heb je vast wel gezien dat ik heel vaak dit soort basic shirtjes draag. Want ik vind het gewoon echt super makkelijk en chill. En dit shirtje wilde ik in deze video meenemen omdat deze echt gewoon onwijs fijn is. En hij komt gewoon van hemel vandaan. Super makkelijk verkrijgbaar dus. En deze is gewoon een, het is gewoon een basic bitch shirtje van de mannenafdeling. Ik draag het heel vaak gewoon op een jeans. En dit shirtje is ook heel erg leuk om te combineren onder jurkjes. Wanneer het bijvoorbeeld buiten nog net iets te koud is voor dat ene zomerjurkje. Mijn Vans t-shirt dress die heb ik gehaald op een sample sale een tijdje geleden. En sindsdien heb ik hem echt best wel vaak gedragen. Waarom ik hem echt super chill vind, is ten eerste t-shirt dresses vind ik heel leuk staan. Gewoon met een sneaker eronder of met Dr. Martens. En ik vind hem ook relaxed om mee te vliegen. Om dan een t-shirt dress aan te doen en dan met een legging eronder aan. En als je dan op bestemming komt waar het warm is, dan trek je legging gewoon uit. Ja. Het is echt wat mij betreft ook nog eens de ideale vliegoutfit. Maar ook gewoon, ja, ik vind hem gewoon heel erg cool. Volgende item is deze jeans. Hij is van Stradivarius, super budgetproof, €19,99 uit mijn hoofd. En deze broek heb ik echt al zo ontzettend vaak gedragen. Dat is echt niet normaal. Als je kijkt naar 7 dagen in de week, draag ik hem zeker ongeveer 4 dagen van die week. Het is een straight model. Hij is een beetje medium qua hoogte. Volgens mij wordt hij wel op de website aangeprezen als high waist. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens, want hij komt net onder mijn navel. Maar desondanks is het echt een super fijn modelletje. Wat trouwens ook heel leuk om te weten is, en handig, is dat hij gewoon zo aan de onderkant hoort te zijn. Dus lekker rafelig. En het is ook heel erg fijn als je net als ik net iets kortere beentjes hebt. Want ik heb er ongeveer 2 centimeter afgehaald. 2 of 3 centimeter. En daardoor is de lengte net wat beter. En hoef je het dus niet helemaal nog naar een kleermaker te brengen om netjes af te werken. Dus dat is even een leuke tip voor deze jeans. En ik ben hier echt gewoon super blij mee. Dan heb ik hier een heel kek broekje. Het is een flared pants met glitters. En ik vind de kleuren echt super cool. Het is een beetje rood, oranje, geel. Ik kwam deze tegen in een kringloopwinkel in Houten. En ik zag hem en ik dacht, nou, dit is wel een heel lekker kek broekje. Ik was eigenlijk bang dat het een impulse buy zou zijn, omdat hij zeg maar zo opvallend is. Maar ik heb hem zo ontzettend vaak gedragen. Hij heeft glitters, dus hij maakt elke outfit gewoon lekker feestelijk en vrolijk. Vandaar dat dit echt een item is die ik heel veel heb gedragen sinds dat ik hem heb gehaald. Ja, als je een soortgelijk broekje vindt met een lekker glittertje erin. Allemaal verklein worden, ik weet het. Of gewoon dezelfde soort kleuren. Dat je er ook wel gewoon heel veel plezier uit kunt halen als je ook, net als ik, fan bent van flare pants. Ja, en glitters zijn gewoon niet alleen voor de feestdagen. Nee, precies. Blijf nog eventjes bij de broeken, want mijn volgende item is een zwarte skinny jeans. Is denk ik geen verrassing dat ik dol ben op zwarte skinny jeans. Ik heb een tijdje geleden ook een video opgenomen waarbij ik jullie meenam tijdens mijn zwarte skinny jeans zoektocht. Ja. Daar is destijds een broek van de Bershka uitgekomen. Die heb ik nog steeds ook in de kast liggen en die is heel erg fijn. Maar ik moet toegeven dat deze jeans toch wel echt fijner is. Er zit stretch in, dus hij is wel gewoon comfortabel op de rest van je lichaam. Maar hij verliest niet zo snel de vorm als andere skinny jeans die ik wel eens heb gehad. Ja. En ik weet niet hoe lang deze al heb. Ik zou zeggen richting 2 jaar. En hij is echt nog wel redelijk zwart. Behoorlijk zwart, ja. Hij is nog best wel zwart.
Hij is wel heel vaak gewassen en dit is echt gewoon een toppertje. Oh ja, ik moet wel even trouwens zeggen, ik heb de onderkant van deze broek wel nog iets smaller gemaakt. Omdat hij net niet skinny genoeg voor mij was. Ik heb daar ook trouwens een video over hoe je een broek skinny kan maken. Ja, soms is een broek gewoon, die zit dan wel goed, maar dan is hij niet perfect. Dus ik kan hem best wel zelf even aanpassen. Totdat hij perfect is. Dan heb ik hier hele mooie laarsjes van de Sasha. Deze heb ik eigenlijk maar ongeveer een maand. Misschien iets langer. Mm-hmm. Ja, waarschijnlijk wel iets langer. Ik heb ze sindsdien super vaak gedragen. Ik denk dat ik ze bij bijna elke outfit wel aantrek. Ik vind ze gewoon super cool. Want ze kunnen onder mooie straight jeans met een bloot enkeltje. Maar je kan ze ook gewoon onder flared pants aan. Onder een jurkje of een rokje of iets dergelijks. Dus ik vind ze heel erg veelzijdig voor schoenen die er eigenlijk wel heel erg bijzonder uitzien. Nog een paar boots zijn deze Dr. Martens Jaden Yadon. Ik weet niet zo goed hoe je het moet noemen. Maar deze boots die ken je vast wel. Want er zijn heel veel mensen die deze inmiddels hebben. En ik ben er echt onwijs fan van. Ook hier heb ik trouwens al een video over gemaakt. Ik heb een week in Dr. Martens outfit video gemaakt. Waarbij ik dus elke dag deze schoenen heb gedragen en ze gecombineerd heb in verschillende outfits. Want dat is ook waarom ze zo ontzettend fijn zijn. Omdat je ze gewoon echt met van alles en nog wat kan combineren. Ik vind ze heel erg leuk om gewoon te dragen. Natuurlijk met een paar skinny jeans. Maar eigenlijk ook vooral onder hele vrouwelijke jurkjes. Met blote benen. En ik vind ze echt te gek. Nou, ik wil ze dus eigenlijk ook heel graag hebben. En elke keer als ik dan Larissa zie dat ze heeft gesteld. Dan denk ik, oh, die wil ik ze ook hebben. En ze waren echt een hele lange tijd uitverkocht. Ik heb er ook moeite mee gehad om deze te krijgen, hoor. Waar heb je die nou gehaald uiteindelijk? In Texel, all places. En toen heb ik heel brutaal gewoon gevraagd van kan je ze alsjeblieft opsturen, want het was geen webshop. Oh. Namelijk. Maar goed, volgens mij zijn ze nu wel weer gewoon goed verkrijgbaar. Maar ondertussen heb ik de glitterversie ervan in huis gehaald. Ja. Waardoor ik nu echt zit te dubben van, het is niet echt. Heb ik het nodig? Nee. Maar zijn ze leuk? Ja. Ja. En je hebt ze trouwens ook in het wit. En die zit ik zelf ook al heel erg lang te eyeballen. Want die vind ik zelf ook echt super cool staan. Ja. Ik denk voor de zomer. Want dit. Maar goed, ik heb ook al andere Dr. Martens. Zo heb ik hier de vegan Dr. Martens. En de reden dat ik deze als een favoriet hier noem is, ten eerste, Dr. Martens gaan echt forever mee. Echt jaren. Dus wat dat betreft echt gewoon een heel goed item om een keertje in te investeren. Als je van de stijl houdt tenminste. Deze zijn dus vegan. Dus het materiaal is een beetje wat zachter. Dus ze zitten in één keer, vond ik dan, bij mij goed. En ik ben echt iemand die blaren krijgt. Na 5 minuten ligt mijn hele voet open. En daarom verbaast het me eigenlijk dat ik met deze gewoon meteen weg kon lopen. En ze staan gewoon onder alles heel erg leuk. Dus. Maar dan de iets lagere versie. Dan zijn we eindelijk even lang als we deze allebei aan hebben. En het volgende is nog een paar schoenen. Dit is het laatste paar schoenen in deze video. Ik beloof het. No worries. En dit is een paar Vans Kate High. En dan in zwart-wit. Ik hou gewoon van deze stijl. Dit is echt mijn, denk ik wel, all-time favorite sneaker. Ik heb hier, dit is echt een gloednieuw paar, zoals je kan zien. Super wit nog. En ik heb thuis echt een paar dat helemaal afgetrapt is. En die ik echt zo ontzettend afgetrapt. Ja, ik heb ze heel vaak gedragen. Ik heb het paar ook al heel erg lang. Ik vind ze zowel bij vrouwen als bij jongens echt heel erg leuk staan. Ze kunnen ook echt onder jeans, jurkjes, rokjes, shortjes. Onder van alles. Dus dit is echt een must-have. En deze staan gewoon super casual en stoer. Sport items. Dit zijn dingen die we recent allebei trouwens in huis hebben gehaald. En ja, weet je wat het is? Sportkleding. Je moet er ook weer niet te veel van hebben. Maar wel voldoende. Dat als je veel sport, moet je gewoon wel kunnen wisselen. En de boel kunnen wassen. En je moet ook de juiste items hebben waarin je je gewoon ook goed voelt. Waar Larissa en ik vooral naar op zoek waren, was een top die wat hoger gesloten is. Want ja, als je dan oefeningen doet op de grond of je moet wat meer voorover buigen. Ja, niks mis met een deco. Maar soms is het wel heel erg too much. En ja, bij dit voelde het toch wat minder. Ja, dat is in ieder geval waar wij ons prettiger. Ja, wij voelen ons gewoon prettiger bij als het niet helemaal open en bloot ligt. Ja. En bij deze top hebben we ook een super paar, super fijn paar leggings. Ook deze is van Nike en deze is echt ultra high waist. Ultra high waist. Ja, wat we echt heel erg hoger fijn vinden. Hoger dan hoog. Ja. High waist vinden we echt super chill en tegelijkertijd zit hij ook gewoon wel
heel erg comfortabel. Mm-hmm. Aan de achterkant zit ook nog een vakje. Dan kan je daar iets van je kluissleuteltje in kwijt. Zou het trouwens ook een beetje, hoe noemen we dat? Corrigerend zijn. Ik weet niet in hoeverre dat echt heel erg werkt. Maar je kan hier binnen wel een soort van band zien. Maar dan vraag je misschien af. Is deze squat-proof? We twijfelen er een beetje over. Aan de ene kant zeggen we ja. Aan de andere kant zeggen we nee. Want als ik bijvoorbeeld een donkere string draag en ik ga squatten, dan zie je toch wel een klein beetje dat ik het aan heb. Maar het is niet zo van wow, ja, ass in mijn face, super doorschijnend. Dus dat. We vinden hem zeg maar redelijk squatproof, maar niet 100%. Ja. Nou, deze video zou natuurlijk niet compleet zijn als we niet accessoires zouden aantikken. Dus qua accessoires heb ik dit tasje van Rebecca Minkoff. Als je ons al een tijdje volgt, dan weet je vast wel dat wij echt grote Rebecca Minkoff fans zijn. Ja, ik heb hem. En ik vind dit tasje gewoon echt super fijn. Het is een heel klein en smal modelletje zoals je kan zien. En het hoeft ook zeker niet een Rebecca Minkoff te zijn waar je zelf naar moet gaan kijken. Want het ligt natuurlijk niet in ieders budget. Maar als je gewoon kijkt naar het model tasje, is dit gewoon wel echt een super fijn tasje. Ja. Die je echt gewoon bijna elke dag wel kan gebruiken. Ja, hij is niet zo bulky, mm-hmm, maar er past toch wel veel in. Ja. En dat is gewoon denk ik waarom we zo'n fan zijn. Ja, en ik ben daarnaast ook best wel fan van ritsjes en de verschillende kleuren die je hierin ziet. Zwart en zilver, maar dat maakt het net wat stoerder. Dus dit is een tasje die ik al heel erg lang heb. Hij is ook al echt flink gedragen en ik ben hier echt onwijs fan van. Nou, dit is eigenlijk geen recente aankoop. Ik heb hem al wel een paar jaar, denk ik. Maar hij is zeker nog wel gewoon verkrijgbaar. En je herkent hem waarschijnlijk wel, want het is een Reigns rugzak. En ik heb de normale versie van deze rugzak. Dus hij is best wel groot. Ideaal om je laptop in te zetten. Om nog spullen mee te nemen. En dit vind ik echt geweldig. Dit is een vakje aan de achterkant waar je je telefoon in kan doen. Of bijvoorbeeld je OV-kaart. Zodat je er heel makkelijk en snel bij kan. Zonder dat je je tas af hoeft te doen. Daarbij is hij natuurlijk ook regenbestendig. En dit is gewoon zo'n tijdloos tas. Nou, voor ons waren dit echt super goede koopjes. Dit zijn gewoon dingen die we regelmatig uit de kast trekken. En we hebben een tijdje geleden hebben deze gekocht. Nog steeds heel veel plezier van. En het zijn ook allemaal tijdloze items. Ik weet zeker dat we er nog heel lang plezier van hebben. Nogmaals, in de beschrijving vind je alle linkjes naar de items die we in deze video hebben laten zien. Dus check die ook vooral eventjes als je zin hebt om je garderobe of om wat dingetjes nog toe te voegen. En wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef me vooral een duimpje omhoog. En laat ons eventjes in de comments weten wat misschien een favoriet item van jou is. Dat jij hebt en dat je graag met de rest wilt delen. We zijn heel erg benieuwd. En super bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien je snel weer in de volgende. Doei!